Een eerste dimensie is, innovatie moet dicht bij de klant staan. Wat wij daarvoor doen, wij gebruiken een programma dat Design Thinking noemt. Dat betekent dat wij ideeën voorstellen aan de klant, zijn idee daar ook over vragen, zijn terugmelding vragen. Een eerste ontwerp maken, terug bij de klant gaan. Dus innovatie moet in eerste instantie heel dicht bij de klant staan. Een tweede dimensie die zeer belangrijk is, is de snelheid. Wij krijgen heel veel input, dat is ook georganiseerd, maar je moet snel zijn en je moet ook op een bepaald moment bepaalde ideeën laten gaan. Als je ziet dat ze niet echt goed zijn, dat ze niet echt als super innovatief ervaren worden door de klant, dan moet je ook de moed hebben om minder projecten te doen, maar die projecten die je dan volgt echt snel gaan uitvoeren. En ook een derde element wat heel erg meespeelt, is sustainability. Alles wat wij ontwikkelen wordt eigenlijk ook gecheckt, wordt naderhand ook bekeken of het effectief een impact heeft op sustainability. Uiteraard in onze eigen productie, maar niet alleen, ook in de levensduur van het product draagt dat bij tot een betere sustainability. Dus dat zijn een paar facetten die meespelen bij innovatie.